Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. Er was opmerkelijk nieuws vanavond uit de Wetstraat. Net nu de gesprekken over een federale regering eindelijk vorm begonnen aan te nemen, heeft preformateur Egbert Lagaard een positieve coronatest afgelegd. Hij gaat meteen 2 weken in quarantaine. Zijn collega preformateur Conor Rousseau testte negatief, maar kondigt wel aan dat er voorlopig geen fysieke vergaderingen meer zullen zijn. Na de positieve coronatest van mijn collega meneer Lagaard hebben alle betrokken partijvoorzitters en medewerkers uit voorzorg een test laten afnemen. En meneer Lagaard en ik wachten nu de resultaten van die test af. Wij zullen afhankelijk van die resultaten de geldende quarantaine- en coronamaatregelen nemen. En daarna zullen we natuurlijk vanaf morgen proberen om verder te werken, om een regering op de been te brengen. Maar dat zal nu wel vanuit quarantaine en online zijn. Ja, net vandaag hadden de twee preformateurs Lagaard en Rousseau voor het eerst samengezeten met de voorzitters van de 5 andere partijen waar ze een regering mee willen vormen. Die moeten zich nu dus ook allemaal laten testen. En ook koning Filip blijft niet gespaard van zo'n test. Het nieuws over de besmetting komt op een slecht moment. Lagaard had de voorbije dagen veel contacten. En dit zal de boel alweer vertragen, zegt wetsraadcollega PJ de Smet. Vanmiddag heeft hij nog een vergadering gehad met de 7 voorzitters van dat Vivaldi of Avanti-project. Die kopstukken waren daar aanwezig, maar ook met hun Sherpa. Een Sherpa is een expert die een politicus adviseert. Dus ja, eigenlijk de top, alle topmensen die betrokken zijn bij dat Vivaldi-project, die waren allemaal daar aanwezig. En dus zij zullen allemaal getest worden. En in afwachting van die resultaten ligt het werk even stil. En in functie van ja, of de mensen dan toch in staat zijn om te werken en veilig kunnen werken, zal langzaam het werk worden opgestart, heropgestart. Eventueel ook via videoconference, dat men zo met elkaar zal spreken. Maar het belooft alleszins de zaak te vertragen. En dat mag duidelijk zijn. De positieve coronatest van Egbert Lagaard heeft dus niet alleen gevolgen voor hem en voor zijn gezin, dat mag intussen duidelijk zijn, maar ook voor de mensen met wie hij dus intensief contact heeft gehad de dagen voor hij ziek werd. Zij moeten allemaal 2 weken in quarantaine. Wel, wanneer iemand positief test, dan wordt verwacht dat die persoon minstens 7 dagen in isolatie gaat. Dus voor de preformateur betekent dit dat hij zich minstens een week thuis moet isoleren. En zijn huisgenoten die gaan waarschijnlijk ook in quarantaine moeten gaan. Mensen die in dicht contact hebben gestaan met een besmette persoon, zoals Egbert Lagaard, worden beschouwd als hoogrisicocontacten en die moeten 14 dagen in quarantaine gaan. TV-maker Bart de Pauw zal zich dan toch moeten verantwoorden voor de rechter binnenkort. De raadkamer in Mechelen heeft vandaag beslist om hem door te verwijzen voor belaging en elektronische overlast. De zaak rond de Pauw kwam intussen 3 jaar geleden aan het licht. De Pauw zou vrouwen met wie hij samenwerkte, onder meer actrices, gestalkt hebben met een onophoudelijke stroom aan seksueel getinte berichten. Hij riskeert daarvoor een straf tot 2 jaar effectief. Zelf was de Pauw er vandaag niet. Hij werd vertegenwoordigd door zijn advocaten. Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen. Met deze videoboodschap maakte Bart de Pauw 3 jaar geleden zelf bekend dat de VRT alle samenwerking met hem had stopgezet, na klachten van vrouwen met wie hij had samengewerkt. Het begint vaak met amoureuze avances die dan al dan niet beantwoord zijn geweest, maar uiteindelijk uitmonden in een vorm van stalking. Dat echt zeer intens en frequent blijven sturen van zeer expliciete boodschappen van verschillende telefoons blijkbaar. Bart de Pauw geeft toe dat hij misschien soms een flirterige sms heeft gestuurd, maar niet meer dan dat. Het gaat over gezever, het gaat over sms'en, waar ze ook spreken over stalking. Hè? Stalking is een ernstig misdrijf. Hè? Maar voor dat misdrijf zal hij zich nu voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.
De Raadkamer heeft geoordeeld dat er voldoende bezwaren zijn om de zaak te verwijzen naar de correctionele rechtbank, zoals ook door het parket werd gevraagd. Het proces zal wellicht pas volgend jaar plaatsvinden. Bart de Pauw riskeert tot 2 jaar effectief en een boete tot €2.400. Maar hij liet eerder al verstaan dat hij zich tot het uiterste zou verweren. Toch betekent zo'n proces ook dat alle details van deze zaak en ook de inhoud van de sms'en publiek zullen worden gemaakt. Net als de namen van de slachtoffers, die tot nog toe voor de buitenwereld anoniem zijn gebleven. Caroline van den Bergen voor 14 Nieuws in Mechelen. Under my leadership we'll produce a vaccine in record time. This could have taken 2 or 3 years and instead it's going to be done in a very short period of time. Could even have it during the month of October. Ja, president Trump klinkt vrij zeker van zijn stuk. De VS zal een vaccin vinden tegen het coronavirus in oktober al. Netjes een maand voor de presidentsverkiezingen dus. Maar wat is de kans dat er tegen dan al een werkend middel kan gevonden worden? Daar is al een en ander over gecommuniceerd. Eerst was gezegd dat zo'n vaccin voor midden volgend jaar zou zijn. Het Belgische Geneesmiddelenagentschap communiceerde vorige week dat maart haalbaar moet zijn. Europa zei gisteren dat eind dit jaar nog moet lukken. Rusland beweert dan weer dat het al een vaccin heeft. En Amerika geeft nu dus oktober als deadline. Vaccinoloog Pierre Van Damme vindt dat zeer voorbarig. Wel, ik denk dat dat bijzonder optimistisch is en dat dat natuurlijk mooi past in zijn verkiezingscampagne, maar dat we ook heel realistisch moeten zijn. Er zijn nu 8, 9 bedrijven die in fase 3 hun vaccin aan het testen zijn. Dat wil zeggen vooral kijken naar veiligheid en werkzaamheid. Werkt het wel degelijk? Die resultaten hebben we ook nog niet gezien. Dus ik vind het heel voorbarig om nu te gaan zeggen van in oktober, november gaan we een vaccin hebben. Theater- of concertzalen krijgen iets meer vrijheid. Voortaan mogen toeschouwers er de afstand bewaren door maar 1 stoel vrij te laten. Volledige lege rijen zijn dan in principe niet meer nodig. De maatregel laat toe dat verschillende zalen de bezetting kunnen verhogen naar 60% van de normale capaciteit. Het dragen van een mondmasker, vooraf reserveren en het ventileren van de zaal blijft wel verplicht. 2 op de 3 installaties voor trajectcontrole in Vlaanderen werken niet, terwijl dat al lang het geval had moeten zijn. De slimme camera's die snelheidsovertredingen vastleggen, hebben een databank nodig die de gegevens centraliseert. Maar daarbij is vertraging opgelopen. Minister van Mobiliteit Lydia Peters wil dat het nu snel vooruit gaat. Ik begrijp dat het niet makkelijk is, maar het is ook niet fair dat wij in Vlaanderen heel wat investeringen doen. Als ik nu mag tellen van 2018 tot nu, dat is om en bij een bedrag van €20 miljoen aan investeringen in die veiligheidscamera's. En ja, als ze niet gebruikt kunnen worden, ze zijn straks verouderd voordat ze effectief in werking kunnen gaan, dat kan natuurlijk ook niet. En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, is een drijvend zonnepanelenpark geopend, het eerste in Vlaanderen. De panelen liggen op een zandgroeve, vlakbij de fabriek van het ontginningsbedrijf Sibelco. Dat zal de opgewekte stroom voor 80% gebruiken. De overige 20% komt op het openbare elektriciteitsnet. Het zonnepanelenpark, dat zo'n 10 voetbalvelden groot is, zal vanaf volgende maand stroom produceren. De Wit-Russische president Lukashenko geeft toe dat hij misschien wat te lang aan de macht is, maar hij sluit uit dat hij onder invloed van het straatprotest zal aftreden. Dat heeft hij gezegd in een interview met Russische media. Nieuwe verkiezingen sluit hij niet uit, maar pas na aanpassingen aan de grondwet. De oppositie wijst dat voorstel af. In het interview zegt president Lukashenko dat als zijn regime valt, ook het regime in Rusland zal vallen. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил, этому противостоять нельзя. Intussen beweren 2 leden van de oppositie dat Wit-Rusland geprobeerd heeft om oppositieleidster Maria Kolesnikova onder dwang het land uit te zetten. Maar dat kon ze verhinderen. Эти кусочки она взяла и пожмякала и выкинула в окно
неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. De twee andere oppositieleden gingen wel de grens met Oekraïne over. Maria Kolesnikova zou door de Wit-Russische grenspolitie zijn aangehouden. In de hoofdstad Minsk is er vanavond weer betoog tegen het regime van president Lukashenko. Gemaskerde mannen hebben andermaal betogers opgepakt. De Rode Duivels hebben ook hun tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. 5-1 werd het tegen IJsland. Enkele spelers kregen een eerste basisplaats, maar het klassenverschil met de IJslanders bleef groot. En nog goed nieuws, uit een nieuwe test blijkt dat alle Duivels ook coronavrij zijn. Het begint slecht voor de Belgen. Een schot van Fried Jonsson gaat via de naaier en de paal binnen. Doelman Kasteels, die zijn kans kreeg van de bondscoach, is meteen geklopt. 0-1. De Duivels slaan snel terug via een vrije trap van Dries Mertens. Doelman Christensen pareert, maar de rebound van Witsel gaat over de doellijn. Erop en erover, Witsel gaat zijn kans. Weer lost de doelman en Batshuayi scoort. Hij kreeg zijn kans in de spits. 2-1 dus, noteert de IJslandse coach. Roberto Martinez heeft daar modernere middelen voor. Na de rust bouwen de Belgen de voorsprong verder uit na een hoekschop. Over veel stationtjes komt de bal bij Dries Mertens en die maakt zijn 20e Interland goal. Invaller Verscharen doet nog zijn duit in het zakje. Batshuayi scoort achter het steunbeen. En Jeremy Doku zorgt voor het orgelpunt met een fraaie actie bij zijn debuut als basisspeler. Kevin De Bruyne, speler van het jaar in Engeland en co, winnen vlotjes met 5-1. En dan nog iets anders. Het Mode- en Kantmuseum in Brussel brengt een ode aan de mannenmode. Dat doen ze met creaties van binnen- en buitenlandse grote namen. Aan mannenmode wordt dan misschien wel minder aandacht besteed. Toch hebben ontwerpers de voorbije eeuw baanbrekend werk verricht en is mannelijkheid in diverse vormen weergegeven. Damast, zijde en felle kleuren. Een man uit de 18e eeuw met wat geld pakte er graag mee uit. Maar door de tijden is dat helemaal veranderd. Tot het einde van de 18e eeuw rivaliseerde de man met de vrouw om zich via zijn kleding eigenlijk te onderscheiden. Dus het waren kleren met heel veel kleuren, versieringen, mooie stoffen. En dat is op het, na de Franse revolutie gaat er eigenlijk een ommekeer komen en gaat de man een meer neutrale kledij aanwerven. Pakken met of zonder vest worden de norm, het een al wat grijzer dan het ander. En toch zijn er veel verschillen, zegt ontwerper Bruno van Gils. Hier, Giorgio Armani. Prachtig silhouet. Wat typerend was voor die tijd, dus een heel brede schouder. En ook die belijning. En die hele lage sluiting, dat was heel typerend voor die tijd. Die vormgeving die gaat later opnieuw gebruikt worden door heel veel verschillende andere ontwerpers. Ze namen het concept van het pak over en lieten er hun inspiratie op los. Zo combineerde Dries van Noten een vestje met een mannenrok. En die ideeën waren er niet alleen voor de catwalk. Nu, wat we op de defilés zien, is niet noodzakelijk wat we op het straatbeeld zien. Maar die ideeën worden wel verspreid en die hebben wel een impact. En ook voor de mannenmode waren de jaren 60 een echte ommekeer. Mannen mochten pronken met kleuren en drukke prints. Een principe dat Walter van Berendonk graag omarmde. Maar de mainstream mannenmode blijft al bij al eerder sober. Mannenmode is ook heel subtiel, zit hem in hele kleine details. Het is ook belangrijk om, als het door de tentoonstelling wandelt, om ook effectief te gaan kijken naar die kleine details. En ook liefhebbers van het minder subtiele werk kunnen tot juni volgend jaar terecht in het Kantmuseum. Morgen begint grijs met kans op wat regen. Later kan de zon er af en toe doorkomen bij temperaturen tot 23 graden. We sluiten af met een nieuwigheid in Londen. Daar gaat de allereerste Rolling Stones winkel open. Het bekende logo van de band is er alomtegenwoordig. In de rekken kan je naast platen en t-shirts ook waterflessen, glazen en tal van andere gadgets van de beroemde rock'n'roll band kopen. Morgen gaat de winkel open voor het grote publiek. Heel fijn dat u keek. Heel graag tot kijk.
Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.